De laatste 150 jaar hebben we de hele wereld voorzien van fossiele energie. Van energie die in de natuur in honderden miljoenen jaren is opgeslagen en die wij nu in een paar honderd jaar aan het opgebruiken zijn. En dat kan de natuur niet aan. Want een kleine temperatuurstijging veroorzaakt al heel grote veranderingen.